Flink balen is het voor carnavalsvereniging Hendig Zat. De wagen voor de Lampengatse optocht stond al klaar in deze loods in zon. Maar rijden zal die niet, nu er een streep gaat door het carnavalsfeest. Er zitten heel wat uurtjes in van heel veel vrijwilligers. Zowel voor de wagen, maar ook voor de pakken, voor het muziek, voor alles. Iedereen stopt er zijn ziel en zaligheid in. Dus dat maakt het extra zuur. Maar anderzijds zijn we ook realistisch en gezondheid boven alles. En het spreekt voor zich dat het niet doorgaat. Het is zuur dus. En niet alleen voor de verenigingen. Ook ondernemers balen. Zoals de visboer bij winkelcentrum Vaatbroek. Ja, wij van het werk uit dan hebben we op het carnaval heel druk met heel veel haringschalen moeten maken voor de horeca. Dus ja, zowel voor het werk als voor het plezier valt er wel een actie. Oh, dat is dubbel. Op straat begrijpen ze het besluit wel. Ik denk dat het beste is nu. Ik denk dat het een verstandig besluit is als je ziet hoe erg de besmetting groeit momenteel. Maar hoe wil de carnaval hier een 1,5 meter afstand houden? Dat werkt niet. Nee, er zijn wel meer dingen die niet door kunnen gaan, dus ik denk dat ze het carnaval ook maar een keer over moeten slaan. Het eraan te komen, hè? Jammer. Helaas, ja, tuurlijk. Groot carnaval vieren, 5 dagen en dan de 6e dag ook nog vrij en dan donderdag al beginnen, maar... Niet netjes, hè? Niet netjes? Nee. Waarom niet? Mensen moeten toch in beweging blijven? Als je de hele dag thuis moet zitten, dan werkt dat niet. De strop voor Hendig Zat is aanzienlijk. Een kleine €15.000 aan onder meer materialen en carnavalspakken. Toch kan de club het dragen. Met zoiets kun je geen rekening houden, maar we proberen wel altijd iets achter de hand te hebben. Dus deze klap zullen wij wel te boven komen. Maar dat neemt niet weg dat ook sponsoren het nu lastig hebben. En wij ook graag bij hun weer aan willen kloppen voor 2022. Dus dat wordt nog een hele uitdaging om dan de begroting weer sluitend te krijgen. De vereniging werkt nu aan een alternatief feest, mogelijk digitaal. En met een beetje geluk is dit... een jaar later in 2022 wel weer mogelijk.